naar kijk is wat er op een hoger niveau gebeurt. En op een hoger niveau zie ik dat Amerika samen met de westerse bondgenoten steeds meer in conflict raakt met niet alleen Rusland. Niet alleen Rusland en China, maar eigenlijk met de rest van de wereld. En wat bedoel ik daarmee? Dat Amerika die heeft eigenlijk gezegd na de inval in de Oekraïne van wij gaan nu zware sancties instellen tegen Rusland. Gisteren zijn die sancties nog weer eens versterkt. En wat blijkt, 140 landen doen niet mee met de sancties. En als je dat op een wereldkaart plot, betekent dat alle landen in Midden-Amerika, alle landen in Zuid-Amerika, alle landen in Afrika, alle landen in het Midden-Oosten en bijna alle landen in Azië doen niet mee met de westerse sancties. En of de dollar dan 3% is gestegen en de treasury dan hoger staan of lager staan, dat interesseert me niet. De grote beweging is dat 140 landen tegen Amerika expliciet en impliciet zeggen wij volgen jullie niet meer als het gaat om het geopolitieke spel.